Hé, mijn lieve hondje. Hé, mijn lieve hondje. Hé, lief jij. Vrouwtje gaat zo weg. En vrouwtje komt echt van me terug. Maar je krijgt wel je kap op. Ja. Vrouwtje moet eventjes naar iemand toe. Ja, waar niet gevlogd mag worden. Maar neem wel de vlogcamera, tenminste de proco mee. Ja. En vrouwtje moet even boodschapjes doen. En vrouwtje wil nog even wat anders doen. Even de hoofd leegmaken. En dan komt vrouwtje weer terug. Is dat goed? Of is dat niet goed? Hé. Hey. Kusje. Maar dank je, schat. Oh ja, je bent lief. En je bent ook zwaar. Ja, je bent ook zwaar. Hé? Hé, hey, ja. Nou, nog kusje. Nog kusje. Nee, ik krijg niet meer. Was dat genoeg? Nou, daar zit er ook nog eentje. Hè. Hier, daar zit er ook nog eentje. Nou, moet je er nog even naar buiten? Nou, doe er maar gauw. Zo, die wil nog even naar buiten. Nou, dat kan nog even. Moet toch nog klaarmaken. En de boel pakken. Hé, ja. Ja, hé, meisje. Ja. Nee, ze wil ook amper naar buiten. Maar ja, en daar ligt ons prinsesje. Oh, die is ook zo lief. Hè. Ja, miauw. Miauw. Hé? Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Maar in ieder geval, ik neem jullie wel mee met de GoPro. Alleen nog waar ik even ook naartoe moet, daar mag ik niet filmen. Nee, dat is de strengste verboden. Dus daar gaat de boel wel uit. Buiten mag het wel, maar binnen niet. Ja, dus. Maar in ieder geval, want anders mijn begeleidster van dinsdag, die kan dinsdag nog niet komen. Omdat ik dan de asuitstrooiing van mijn schoonmoeder heb. Vandaar dat ik nu eventjes naar haar toe ga. Maar in ieder geval, ik zie jullie... straks weer terug. Dus tot dan. Hé, hey, was je blij, man? Ja, mee naar buiten. Of mee naar buiten, kom maar. Ja, lieve mensen, lieve vrienden. Het wou niet lukken met de GoPro. Want de GoPro, die heeft het begeven. Hij doet het niet meer. Nee, en nou ga ik wat anders proberen. En dat is... de vlogcamera. Op mijn stuur proberen te zetten. En jullie dan zo mee te nemen. Dus het is de vraag of die dat wil doen. Ik niet weten. Jullie niet weten. Maar we zullen het beleven. Tot straks. Doe je het of doe je het niet? Doe je het? Ja, doet het geloof ik. Nou, dan nemen we jullie mee naar de dijk. En dan hoop ik dat dit gelukt gaat. Ja, ben benieuwd. Auto. Hup. En dan moeten we hier ook oversteken. Het is hier meestal druk.
valt mee nu. Zo. En als het goed is, dan kunnen we straks Texel zien leggen. Ja, iedereen zegt Texel. Nee, je zegt ook geen Beatrice. Je zegt Beatrix. Dus het is ook Texel. En dat heb ik zelf vroeger ook al geleerd op school. Dat de taal gaat veranderen, oké. Maar ze moet hetgene zo laten heten, ja. Nou, het is al wat skier. En ik hoop dat we het zien, maar ja, dat zal ik in moeten zoomen. Even kijken hoor. Ho, staan blijven. Nou, zelf zie ik dus helemaal niks erdoor, dan denk ik maar blauw. Ja, dat de hemel blauw is, weet ik. En de zee nu ook. Ja, de zee is ook blauw. Ja, ja. Maar ik probeer hem weer even terug te krijgen. En dat gaat niet. Nee, ik zal proberen. Maar in ieder geval Texel zien we leggen. De schepen zien we leggen. Er gaat nog een visserskotter. En ik ga mijn handschoenen aandoen, want het is koud. Ja, dat is echt niet lekker. Nee. Oh, wat erg. En ik geloof dat het nog steeds ingezoomd is. Of valt dat mee, jongens? Ik zie dat niet, hè? Nee, hij is niet ingezoomd. Zo zie ik het. Nou, even mijn handschoenen aan, hoor. Het is zo echt vreselijk koud. Mijn vingertoppen voel ik al niet meer. Kun je nagaan? Oh. Nou. Dan gaan we even een stukje dijk doen. Dus we gaan hier zo meteen naar beneden. Even achteruit. En dan gaan we naar beneden. Oh, koud.
wordt het dus dinsdag gedaan. En dan legt mijn mannetje ook. Ja. Dus ja. Ja. Nou ja. Dan gaan we dus dinsdag ook naartoe. Deze vier op. Ik neem jullie even mee. Nu. Maar dan moet ik eventjes het geschikte plekje vinden onder. Nou ja, het is een beetje hoog. Het wordt even een hobbel weg. Sorry. Zo, één. Maar ik wil dit. Ja. Deze dingen één. En dat jullie erbij. Wat gevaarlijk zijn wij aan het doen. Nou, verder ga ik niet. Maar, ik weet niet of jullie mij... In ieder geval, daar ligt mijn mannetje ook. En daar komt ook mijn schoonmoeder te liggen. Zo, dat hoekje daar. Ja. Maar het is hier mooi. Of niet dan? Maar ik probeer weer achteruit te gaan. Zo. Dat wordt weer een stukje. Ik heb mijn been eraf. Doe je het of doe je het niet? Ja, ja. Ik geloof dat ik een tijdje voor jou lul heb zitten te praten. Maar ja, doet er ook niet toe. We gaan gewoon weer door met die banaan. Ja, ja. We merken het allemaal wel. Oh, het is koud. Ja. Wat is het koud vandaag en toch ging de zon. Ja. En om het zonnetje, ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje blij. Ze is toch maar weer bij. Zo dan, heel klein hondje voor me, met een jasje aan. Ik zeg altijd, je moet honden thuis laten. Hallo dammetje. Hi man. Ik vind je moet honden thuis laten. En vooral die kleintjes. Andere trappen op hun op de teentjes. Ik vind het zo zielig. Als je de markt op gaat, hondjes thuis laten. Zo simpel als wat. Zielig dat beest te lopen. Mijn vriendin die is er niet zeker. Zit er in 2-3 niet staan? Nee. Nou ja, dan is er ergens onder de toe. Nou, dan gaan we deze straat weer in. Zo. Nou, dan gaan we zo weer richting huis. En hier had hij heen moeten gaan. Misschien dat hij hier beter had. Iets moois had gevonden. Ja.
dan gaan we hier maar weer rechtsaf. Want ik heb pijn aan mijn handjes. U had vorige mogen horen. Dank u. En we zijn weer thuis. Ja, daar is onze rode rakker. Ja, we zijn dus thuis, lieve vrienden. Dat mondje heb ik nog niet eens niet opgemerkt. Dat is altijd wel fijn. Dan blaft hij niet zo. Gaat hij niet op een keer. Dus zo. Hallootjes. Hallootjes. Kereltje toch. Hé, hey man. Kom eens. Kappa. Trekken. Goed zo. Hé? Goed zo, man. Jij bent een grote jongen. Ja, nou. Ja, vrouwtje gaat niet meer weg, hoor. Nee. Oh, we zijn zo blij, hè? Ja. Oh, ja, man. Ja, vrouwtje blijft thuis, schat. Nou, ik zou zeggen, ja, ik hoop dat jullie genoten hebben en dat het allemaal gelukt is. We zullen het zo beleven. Tot later. Ik heb er even eentje verwend. Ja. Die heeft een lekkere bonk gekregen. Oh. Lekker, hè? Kerel? Hij geniet ervan. Ja, daar ben ik blij mee. Maar in ieder geval, we gaan proberen de boel over te zetten op de computer. En dat zal wel lukken. Maar dan kijken of het ook gelukt is met vloggen. Ja. Of er allemaal op staat wat ik erop wou hebben. Dus, we zullen het bekijken. Tot later. Nou zeg, ben je moe? Moe van het kluiven? Ja, je hebt wat te doen, hè? Met je gebit.